De 25-jarige Stanley A., die betrokkenheid bij de moord op een 15-jarig meisje uit Noldorp heeft bekend, zocht al een tijd lang hulp voor zijn psychiatrische problemen. Dat stelt zijn advocaat Rob Polkamp woensdag. In februari vorig jaar schreef Stanley A. een brief met daarin zijn noodkreet. In oktober vroeg hij zelf hulp bij de psychiatrische instelling De Waag. Maarten van Buren, schrijver van het boek De Afrekening, is dinsdagavond niet naar een lezing in het Westland over zijn eigen werk gekomen, omdat er commoties ontstaan om zijn boek. Hierin schrijft van Buren over de geschiedenis van de Westlandse verzetsheld Piet Doelman. Het boek plaatst kanttekeningen bij zijn heldenstatus en dat zij bij veel Westlanders kwaad bloed. Het splinternieuwe containerschip Forever heeft een geslaagde proefvaart achter de rug. Het schip is speciaal gebouwd voor het Alferium in Alphen aan de Rijn en geschikt gemaakt voor de route van en naar de containerterminal. Wel moet het aantal decibellen van de motoren nog naar beneden om 24 uur per dag te mogen varen. De ijshockeyers van Heijs Den Haag hebben de Noordsea Cup gewonnen. Ze waren in de eindstrijd te sterk voor Ruiters Geleen 6-3. Heijs Den Haag was vorig jaar tijdens de eerste editie van de Noordsea Cup ook al de sterkste. De formatie bedwong toen Tilburg in de finale 5-4 werd het.